moet het hier zijn. Ja, hier. Hier is het. Vandaag nemen we een kijkje in de keuken van Tiers, de producer van vele hits. Zijn echte naam is Tiers Persson. Hij is van Surinaamse afkomst en woont in Amsterdam. Sinds 2005 is Tiers Kies fulltime producer. Yo! Finn, hoe zit het? Ja, goed. Long time. Ach ja, ik dacht ik kan een keertje een kijkje nemen in de keuken. Ja, weet je, welkom, dit is de keuken. Ik ben blij dat je eindelijk even tijd hebt kunnen maken om langs te komen. Want ik heb wat leuke dingen weer. Weet je hebt mijn tijd, dan ben ik een beetje uit de running tussen haakjes geweest, omdat ik wat meer op buitenlands gebied bezig ben. Zijn er nog bekende producers of artiesten waar je contact mee hebt gehad de afgelopen tijd? Wat een tijdje ook in de media bekend was, dus dat ik dus met onder andere Greg Curtis, dat is een multi-platinum producer die onder andere ook voor Keisha Cole heeft geproduceerd. Mm. Nou, daar heb ik mee in de studio gezeten. Ik heb Pity Pablo hier in Nederland toen in de studio gehad. Mm-hmm. Dus, producer zoals jij, na hoeveel tijd moet je weer van je laten horen? Willen mensen jou niet vergeten? Ik denk dat je kijk, je mag een 2-3 maanden verschil tussen zitten. Maar voor mij is het meer zo van, ik had een tijdje voor Phonics, had ik echt in de X-chart echt 3-4 tracks tegelijk lopen. Dat soort dingen, weet je. Op dat moment dat ik My Farah stond erin. De laatste mijn vader stond erin. Moody stond erin. Voera die flipmuziek stond toen in. Show Me, Tania. Als je 3 of 4 hits tegelijk in een chart hebt, dan ben je een soort icon bijna. Of niet? Ja, ik kan achter de schermen dan, hè, want ik bedoel, ik ben geen artiest, maar ik heb inderdaad wel de tracks tegelijk lopen. Of had op dat moment de tracks tegelijk lopen, daar ben ik heel blij mee. Ja. Sinds zijn 6e jaar speelt Tiers piano. Op deze piano heeft hij het allemaal geleerd. Daarna speelde hij jaren in een band. Straks zie je hoe hij gaat koken en laat hij wat nieuwe producties horen. Ja, zie je, die tonen zijn gewoon zodanig. Kijk, dames en heren, toon werkt niet. Welke hit wil je nu weer mensen laten horen van Tiers is er nog? Ja, ik heb dus echt onlangs, zeker 2 weken geleden, dus die officieel Just Like You uit van Tania Christoffer. Dus check out Just Like You van Tania Christoffer. Hallo? Ja, is goed. Dan doen we dat inderdaad, even voor donderdag, houden we die gewoon vast. Dankjewel. Ja, zeker wel, dankjewel. Doei. Dat is zeker weer een artiest die met jou wil werken, of niet? Was weer een artiest die met mij inderdaad wilde werken. Maar ze is een beetje ziek, dus die wordt eigenlijk net afgezegd, de afspraak. Oh jee. Dat geeft me wel wat meer ruimte. Ik heb wat dingen laten horen, man. Ik heb een paar leuke dingen waar ik mee bezig ben. Uh-huh. Ik heb een nieuwe meisje, ze heet Eva. Niet de Pussycat Dolls. Zou zomaar kunnen, of niet? Makkelijk. Het is geen Pussycat Dolls. Nog steeds onze eigen, hè? Ik heb wel trek gekregen eigenlijk. Zullen we iets bestellen? Nee, joh. Maak je niet druk. Kom gewoon met mij mee naar huis. Dan gaan we even lekker wat, ga ik lekker wat voor je koken. We gaan even lekker iets Surinaams eten vanavond. Oké. Okay. Dit is een sport, man. Hier gaan we eventjes wat inkopen doen. Oké, doe goed aan. Hai, mooi, man. Maar Ero, wat bos doen? Oh, lekker. Isabi. En gedroogde garnalen. Gedroogde garnalen. Ja. Op naar de keuken. Okay. Yes. Maar voor wie heb je eigenlijk leren koken? Ik heb eigenlijk over het algemeen heb ik leren koken van mijn oma. En dit is een van die dingen die mijn oma vaak maakt. Dus voor mij doen is het sowieso echt een Surinaams gerecht. Nee, maar waarom dit gerecht dan? Ja, omdat zelf hou ik ook van dit gerecht. En voor de rest, ja, het is ook lekker snel klaar. Weet je. Er zijn een paar dingen waarvoor je moet niet kan maken, zoals spruitjes en zo. Dat is echt niks voor mij. En love. Love. Nee. Oh, liefde.
Nou, ik hou van liefde, man, niet van love, die groente. Hm? Ik speelde zelf piano en op dat moment ben ik in de band, speel ik dan dat keyboard dan. Maar dan ben ik dus gewoon toetsenist. Oké. En dan doe ik ook wel. Geef ik mijn eigen show, zeg maar. Weet je, normaal liever zit ik in de studio natuurlijk en hoor je me bijna niet. Je hoort alleen nummers van allemaal voor de rest. Ja. Op dat moment, weet je, kan ik zelf ook even schijnen, zeg maar. Mm-hmm. Wat ga je in de toekomst doen? Ik ben dit jaar dus ook nog geweest, maar ja. Ik ben natuurlijk, wat ik al zei, ik probeer veel Engelstalige acts te doen. Mm-hmm. En ik wil gewoon natuurlijk zeker het doorgaan. Een beetje even tussendoor. Gooi een beetje water bij, laat het een beetje wellen. Ik doe zeg maar zelf, doe ik ook wat ringtones tegenwoordig. Mm-hmm. En dat is dan meer, dat zijn dan meer gewoon side projecten die ik doe, zeg maar. Ik bedoel van, je kan natuurlijk, muziek maken is leuk, maar je moet natuurlijk altijd zorgen dat je een bepaalde basis hebt. Op welke artiest moeten we ook weer letten? Eva. Ja, dat wordt ook echt, alleen je schrijft anders. Dus eigenlijk schrijf je haar naam EVA, maar dan artiestennaam wordt AVA. Het was een hele lange dag met Tears in de studio. Ik heb heel veel nieuwe muziek gehoord. Die man heeft me uitgenodigd om bij hem thuis te eten, bij zijn moeder althans. Maar het duurt zo lang in de keuken bij hem. Tears, hoe lang nog? Voor de complete bereidingswijze, andere recepten en filmpjes, kijk je mee op www.kijkjeindekeuken.tv. Volgende keer weer kijken naar een kijkje in de keuken, maar dan met een andere artiest. Bekijk het maar.